Voorzitter, het stormt buiten in allerlei opzichten en heel erg veel Nederlanders verliezen op dit moment hun baan. Het kabinet stelt nu voor om een nieuw steunpakket uit te trekken met steun aan bedrijven. En het gaat over bizar grote bedragen, miljarden. Ik denk dat dat goed is, dat het belangrijk is dat we die steun bieden, maar dat doen we niet om die bedrijven te helpen, hoezeer we die bedrijven ook succes gunnen, maar dat gaat uiteindelijk om het aan het werk houden van zoveel mogelijk Nederlanders. En daar heb ik zorgen over, omdat we ook weten dat sommige bedrijven het niet volhouden met de totale hoeveelheid werknemers die ze nu hebben. En stel je voor wat het betekent als jouw bedrijf werkt en jouw baan wordt geschrapt. Dan verlies je niet alleen je werk, je verliest je zekerheid, je hebt zorgen over je hypotheek. En voor mij is een van de lessen uit die vorige crisis dat we meer moeten doen om mensen dan bij de hand te nemen. Dat je niet moet zeggen, hier is een uitkering, google jezelf er maar uit, zoek een tekortsector en pak een scholingsfout. Nee, wat wij willen is mensen vanuit hun baan, vanuit een contract, naar een ander contract. Dat is waarom we steeds hebben gepleit voor zo'n werkgarantie. Niet omdat we geloven dat je iedereen 100% garantie op een baan kan geven, maar wel omdat dat anders moet. Het past, vind ik, ook bij de andere rol voor de overheid waar we nu aan toe zijn. Niet het individu kan dit oplossen. Die werkloosheid is niet alleen een individueel probleem. Maar we moeten als collectief samen zorgen dat we mensen naar een baan vinden in de vele sectoren waar nog wel tekorten zijn. Daar hebben we vorige week bij de Algemene Beschouwing een motie over aangesproken. En ik zie dat het kabinet daar ook echt een beweging maakt in deze brief. In heel veel opzichten wordt gesproken over de aanspraak van de werknemer op die begeleiding naar nieuw werk. Maar voorzitter, ik wil in dit debat wel een paar dingen heel helder krijgen en vastleggen en vastpinnen. Want uiteindelijk gaat het niet over wat er in een brief staat, maar wat er straks gebeurt met die werknemer. 1 oktober gaat die nieuwe regeling in. En wat gebeurt er dan? Wat betekent het in zijn leven? Wordt hij nog steeds naar het UWV gestuurd voor een uitkering? Of gaan we het nu echt anders organiseren? En ik snap hoe moeilijk het is en dat het ook heel veel vraagt van sociale partners en van het UWV en iedereen. Maar het moet wel. Dus de eerste vraag is, hoe ziet die aanspraak van de werknemer eruit? Krijgt hij begeleiding naar ander werk? De tweede vraag, daar vind ik de brief vaag over. Wat is nou de verplichting die we de werkgever opleggen? Ik vind dat de werkgever moet meewerken aan die werkgarantie. Hoe gaan we dat vastleggen? Wat mij betreft moet het een voorwaarde zijn, als je geld krijgt, als je een subsidie krijgt uit het nauw, moet het een voorwaarde zijn dat je daaraan meewerkt. Dat je dus als werkgever verantwoordelijk bent om mensen te helpen. Dus het moet wat mij betreft ook in de subsidievoorwaarden van de nauw worden opgenomen. Voordat ik u het woord geef, ik stel voor om 3 interrupties toe te laten in 2 of 6 vragen. De heer Aartsen. Ja, dank u voorzitter. En voor mij kunnen de heer Ascher en ik elkaar vinden dat zo'n baangarantie, hoe je het dan ook formeel regelt, dat iedereen niks liever wil. Ik spreek enorm veel ondernemers die zeggen, ja, ik zou niks liever willen dan mijn mensen houden, want dat is mijn kapitaal, daar kan ik mijn bedrijf mee voortzetten. En de heer Ascher zegt, ja, wat gaan we nou die ondernemers verplichten? Ik sprak dit weekend een ondernemer die zei tegen mij, ik heb precies gedaan wat jullie wilden. Ik heb afgelopen tijd een ondernemer in de evenementenbranche die zegt, dit gaat hem gewoon niet worden de komende tijd bij ons. Die heeft voor een hele hoop mensen gezocht naar nieuw werk, dat is gelukt. Die heeft 2 mensen met vervroegd pensioen gestuurd. Mooie regeling kunnen sluiten. En hij zegt, en nu krijg ik vervolgens de brief van het UWV, de afrekening van de NOW. En omdat mijn loonsom daalt, krijg ik minder steun. Zou de heer Ascher ook bereid zijn om te kijken of we niet alleen maar werkgevers kunnen verplichten, maar ook of we kunnen kijken of er een positieve prikkel is. Dat als jij goed omgaat met je mensen, dat dan niet in één keer weer een mindering van je steun komt. Ja, voorzitter, zeker. En dat zit ook nu in die regeling. Hè. Dus er zit een mogelijkheid om werkgevers te belonen die het goede doen. En dat is precies hoe we het moeten gaan doen. Ik wil juist dat zo'n werkgever, dat die op de schouders gaat. Ik vind ook dat we nu moeten afspreken en duidelijk moeten maken dat er ook voldoende budget is om zeker kleinere werkgevers daarbij te helpen. Want die hebben vaak wel degelijk de wil om de werknemers te helpen. Maar ga het maar eens organiseren in een tijd van crisis. Dus ik vind 2 dingen. 1, beloon het als je zorgt dat mensen niet in de uitkering komen, maar aan het werk blijven. Essentieel verschil voor het individu en voor de economie. 2, laten we duidelijk maken hier als Kamer dat er, ik denk wel 300 miljoen moet worden gereserveerd binnen die 1,4 miljard om dit mogelijk te maken. Want anders is zo'n MKB'er straks te laat. En ook als hij het goede wil doen, dan krijgt hij het niet voor elkaar. De heer Aartsen. Ja, ik ben blij, voorzitter, met het antwoord van de heer Ascher. Inderdaad, ik denk dat we in de toekomst bij de nieuwe regeling inderdaad moeten kijken hoe we dit nog scherper kunnen krijgen. Het beter onderscheid tussen de goedwillende werkgevers en de slechtwillende werkgevers. Maar ik denk dat we ook terug moeten kijken. En dit demotiveert natuurlijk enorm in zo'n branche.
Dat een ondernemer zegt, ik heb dus precies gedaan wat ik wil. Ik heb goed gezorgd voor mijn mensen. Die kennen ze bij voornaam. Ik weet wanneer hun kinderen jarig zijn en wanneer hun trouwdag is. En nu krijg ik dus minder steun. Ik denk oprecht, en dat hoeft allemaal niet in moties en politieke debatten, maar ik denk dat we daar wel een oproep moeten doen om daar goed naar te kijken, voorzitter. Nou, voorzitter, de heer Aarts heeft hier gewoon een goed punt. Kijk, je moet streng zijn tegen de werkgevers die niet goed omgaan met hun mensen. En die zijn er helaas ook. Maar ik zie ook, de overgrote meerderheid van de werkgevers en van de bedrijven heeft niet om deze crisis gevraagd, wordt geconfronteerd met een enorme dreun van dat corona, wil goed voor zijn mensen zorgen. Het verschil dat wij hier nu moeten maken is dat we in plaats van mensen vanuit een uitkering een aanbod doen, dat ze zeggen, nee, van de ene baan naar de andere. De baas kent jou het beste, die weet niet alleen wanneer je jarig bent, die weet ook wat voor werk je zou kunnen doen. En dat is een grote verandering wat mij betreft in de sociale zekerheid die we nu moeten afdwingen en die voor mensen veel beter is. Mevrouw Van Brenk. Ja, voorzitter, ik steun het pleidooi van de heer Ascher. Ik zal zo meteen ook een warm pleidooi gaan houden voor de intersectorale werkgaranties in Zweden. Als we kijken naar die fondsen, dat zou toch een mooi en lichtend voorbeeld zijn. Is dat ook wat de heer Ascher voor ogen heeft? Heer Ascher. Zeker. Ik denk dat Zweden, maar ook Denemarken al veel, in sommige opzichten veel verder is in het veel sneller mensen naar ander werk helpen. In plaats van de zekerheid opbouwen in een uitkering die er ook moet zijn, geen enkel misverstand, de zekerheid dat er alles aan gedaan wordt om jou naar ander werk te brengen. In deze crisis kan het nooit alleen binnen de eigen sector. De heer Aarts noemde al de evenementensector. Kijk naar de cultuur, kijk naar toerisme. Je kunt niet zeggen zoek een andere baan in het toerisme of zoek een andere baan in de cultuur of zoek een andere baan in de evenementindustrie. Dus je moet mensen ook helpen. Dat is het voorbeeld van KLM dat ik noemde. Je werkt als steward of stewardess, als cabinepersoneel. Er is geen werk meer, maar het maakt een enorm verschil of je dan vanuit je werk wordt omgeschoold naar een andere baan, bijvoorbeeld in de zorg. Dus de voorbeelden uit Zweden zeker. Daarom is het ook belangrijk dat er een directe aanspraak kan worden gedaan op die fondsen, op die scholingsgelden. Dat staat wel in de brief op bladzijde 1. Maar dat is wel een grote verandering. In plaats van dat je alleen maar afhankelijk bent van de goedertierenheid van jouw sector en of het goed geregeld is, moet het veel eerder georganiseerd worden. Moet het een aanspraak zijn voor de werknemer om ook naar een andere sector te kunnen. Ja, mevrouw Van Brenk. Ja, voorzitter. Ik was teleurgesteld in de brief omdat ik niet zie wanneer is dat plan er. We gaan praten, het ligt bij de Stichting van de Arbeid. In onze optiek zou voor het eind van het jaar daar een heel duidelijk plan in moeten zitten. Is dat wat de PvdA ook voor ogen heeft? Snelheid, nu doorpakken. Nou ja, ik zie dit debat wat dat betreft ook als een heel belangrijk moment. Volgens mij kunnen wij hier nu de kaders meegeven, de voorwaarden stellen, de uitspraken doen, met het kabinet debatteren en aangeven hoe we het willen. Waar overigens geen misverstand over of het kabinet dit ook wil. Maar dit is wel het moment om het te markeren, om het vast te leggen, om duidelijk te maken wat betekent het voor een werknemer en wat verwacht je dan van de werkgever. En wat betekent het als het nu niet goed gaat? En wie moet er dan zijn rol spelen? En hoe kunnen we garanderen dat er voldoende budget is? Dus zeker, eens met mevrouw Van Brenk, ik had het ook mooi gevonden als je het al kon zien, zoals je het nu bij sommige grote werkgevers al kan zien. Tegelijkertijd heb ik gezien, de minister heeft me daar ook over verteld wat hij intussen allemaal heeft gedaan. Die heeft met sociale partners overlegd, dus ik snap best hoe complex het is. Maar dit debat is wat dat betreft, vind ik heel belangrijk, om met elkaar duidelijk te maken. Het moet niet gaan om intenties of om papier, maar om wat je gaat regelen nu voor werknemers die hierdoor getroffen worden. De heer Bruins. Ja, voorzitter, ik word heel enthousiast van de woorden van de heer Ascher. Mensen helpen van werk naar werk, ook naar andere sectoren. Maar deels zijn we ook op zoek naar mensen in sectoren die al voor de coronacrisis tekort aan werknemers hadden. Bijvoorbeeld de techniek. We zijn op zoek naar 50.000 mbo-technici in dit land om de energietransitie vorm te geven. De heer Ascher legt nadruk op, hoe krijgen we de werkgevers zover om te helpen? Maar er zit ook een kant aan de werknemers. Hoe krijgen we de werknemers zover om te gaan naar sectoren waar ze eerder ook al moeite hadden om voor te kiezen? Hoe ga je ze verleiden? Hoe ga je ze helpen om naar andere sectoren toe te gaan en die mindshift te maken? Dat ze ook daadwerkelijk gaan kiezen voor sectoren waar we mensen nodig hebben.
Ja, de heer Asscher. Dat vind ik een hele goede vraag en er zit ook iets positiefs in. En laten we niet vergeten dat in januari, februari, voordat deze ellende ons overkwam, waren er miljoen vacatures. Zaten we in een overspannen arbeidsmarkt. Was de grootste zorg van werkgevers, hoe vinden we de mensen in de techniek, in het onderwijs, in de zorg, in de installatie, bij de verduurzaming van woningen. Dus die banen, en voor een deel is dat aangetast door de crisis, maar voor een deel zijn die vacatures er nog steeds. Het gaat eigenlijk om drie partijen. Het gaat om de werkgever die nu in de problemen zit en iemand zou moeten ontslaan. Het gaat om de werkgever die naar mensen zoekt, de ontvangende werkgever, en om die werknemer. Ik ben ervan overtuigd dat als je in de situatie komt dat jouw baan ophoudt te bestaan, en er is een kans op mooi werk, op fatsoenlijk werk, niet met een flutcontractje, maar met een normaal fatsoenlijk arbeidscontract, dat mensen staan te springen. Maar ik weet ook, het is wel een verandering. Je zult wel mensen dan de zekerheid moeten geven dat je ze niet eerst op straat gooit, dat ze in de uitkering zitten, maar dat ze vanuit hun contract die verandering kunnen maken. En dat is precies waar ik nu naartoe wil. De goede voorbeelden die er zijn en die er ook uit het verleden zijn, die werken ook op die manier. De grafische industrie, kromp natuurlijk, gewoon door de veranderingen van de digitalisering. Daar werkt ontzettend veel mensen, zeker in het oosten van het land. Ze hebben daar in de CAO gezet. Je kan alleen maar ontslaan als je zorgt dat mensen via een mobiliteitscentrum ergens terechtkomen. Dat kost dus geld, dat kost werk, het kost inzet, het vraagt iets van de werknemers. Maar het lukte wel. En het grote verschil is dus dat je daar niet een massa werkloosheid kreeg van mensen uit die grafische industrie, maar dat mensen elders terecht kwamen. En ik vind dat we dat aan de Nederlandse werknemers ook verplicht zijn om dat te proberen voor elkaar te krijgen. Ja, de heer Bruins. Ja, voorzitter. En is de heer Asscher dan ook met me eens dat dus zo'n werk-naar-werk-garantie, zo'n begeleidingstraject, dus ook niet een vrijbrief is van laat ik eens wat anders proberen, maar dat we dan ook echt de mensen gaan helpen wanneer ze kiezen voor tekortsectoren, waar we een groot tekort aan mensen hebben, zoals zorg, zoals onderwijs, zoals ook techniek, dat we daar een mogen kijken naar de macro-doelmatigheid. Wat heeft ons land nodig? We komen daar dus wel een beetje in de sfeer van de vrije individuele keuze. We willen dan ook dat je kiest voor een sector waar je keihard nodig bent. Dan gaan we je helpen. Voorzitter, het is misschien mensbeeld. Maar ik denk dat als je mensen de zekerheid blijft bieden van een arbeidscontract in deze tijd. En als je laat zien dat je ze helpt, dat je ze niet in de steek laat. Dat je ze omscholt en je houdt rekening met de mensen hun talenten en hun competenties. Ik zei net tegen de heer Aartsen, dat weet vaak je huidige baas of manager of werkgever, hoe je het maar wil noemen, beter dan een instantie. Ja, dan zullen mensen dolblij zijn en enthousiast dat ze niet in die uitkering komen, dat ze niet zich hoeven te melden bij het UWV. En zeker in mijn beeld, in mijn visie, zoals er teststraten uit de grond gestampt zijn om mensen op korte termijn te kunnen helpen. Termijn is wat langer dan de bedoeling, aan het testen komen. Zo zou je met baanstraten willen werken, waarbij vanuit sectoren waar het nu moeilijk is en sectoren waar juist tekorten zijn, gematcht wordt. Ik vind dat de mensen moeten worden aangenomen die rol gaan spelen. Die gewoon kijken, wat zou jij kunnen? Waar is een baan? Liefst in je eigen regio, want het is al moeilijk genoeg voor mensen. En hoe gaan we die combinatie maken? En dan moeten wij bereid zijn de loonkosten te helpen betalen, de scholing te helpen betalen, de overgang mogelijk te maken. En dat kost dus heel veel geld. Maar uiteindelijk bespaar je daar gigantisch mee. Je bespaart er menselijk leed mee en je bespaart onze economie ook. Want je weet ook dat iemands productiviteit, om het maar kil-economisch te zeggen, afneemt als mensen een tijdje niet aan het werk zijn. Dat hebben we niet voor. Ik heb ze aan mijn bureau gehad. Mensen die dan uiteindelijk een brief schrijven aan de minister, toen ik dat in die vorige crisis was. Nou, dan ben je ten einde raad. En die zeiden, ja, ik deed mijn werk, timmerman, ik deed mijn werk met passie. Ik ben eruit gevlogen. Nu moet ik mijn dochter vragen me te helpen via de computer te solliciteren. Nou, die les die hebben we nu wel, wat mij betreft, wel geleerd. Als het zo ver komt, is de schade kolossaal. De heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter. Ik probeer altijd goed naar de heer Asscher te luisteren. Maar misschien wel in het bijzonder op dit onderwerp. Omdat hij ook inderdaad, hij refereerde zelf naar zijn eigen ministerschap. We hebben hier natuurlijk dingen gedaan in de vorige crisis die hebben gewerkt. En ook lessen getrokken. Waar dat niet werkte. En dus de aanpak die ook de heer Asscher bepleit, die spreekt mij zeer aan. Die is ook anders dan eerder. Ik heb één zorg nog. Voor mij is dit echt, gaan we nou eindelijk dat leven lang leuteren omzetten ook naar leven lang leren. En echt in de praktijk. En de dingen die de heer Asscher voorstelt vind ik goed. Maar hij heeft één partij nog niet genoemd. En ik zou hem willen vragen of hij met mij eens is dat die ook onmisbaar zijn. Dat zijn die sectorale O&O-fondsen. Want ja, de werkgever, ja, de werknemer, ja, ook de nieuwe werkgever. Maar een van mijn frustraties, ook de vorige keer, dat weet de heer Asscher, is dat daar nog steeds
En er zijn goede voorbeelden. De Gavi Media is inmiddels een goed voorbeeld. Ik heb het in het verleden wel eens bekritiseerd. Maar dat wat er nu staat vind ik heel mooi. Die hebben we ook wel echt nodig. Want ik kan niet uitleggen dat er straks belastinggeld ingaat. Terecht. Heel veel. Maar dat daar geld niet wordt benut om je om te schonen naar een andere sector. Doet de heer Asscher met mij ook die oproep vandaag? Nou, niet alleen die oproep. Eerst even recht doen aan wat de heer Van Wijnberg in zijn inleiding van zijn vraag zei. Zeker. In die vorige crisis zijn een aantal dingen heel goed gegaan. We hebben toen met sectorplannen mensen kunnen helpen, maar dit is een andere crisis. En we zijn ook weer verder, wat mij betreft, in het denken over de rol van de overheid in opzicht van het individu. Dat was ook het kleurbad van de algemene beschouwing. We gaan het niet meer alleen als een individueel probleem beschouwen waar jij je al zeppend... Er is een groep die dat kan, maar het gros van de werkende Nederlanders, als je ontslagen wordt, die krijgt een dreun. Die komen somber thuis, hij of zij. En die hebben dus nodig dat je begeleid wordt naar een andere baan. En zeker in deze crisis waar je toch werkelijk, waar niemand wat aan kan doen. Wat is daarvoor nodig? Ook een andere rol van sociale partners. Wat mij betreft een rol die ook past bij de toekomst van hoe ik zou willen dat werkgevers en werknemers werken. Ik was positief over de uitspraken van die nieuwe VNO-voorzitter hierover. Maar betekent ook die sociale partners die bestieren die ONO-fonds. En iedereen kan zien. Je kunt niet zeggen, we scholen alleen maar binnen de eigen sector. Je kunt niet zeggen, we gebruiken nu alleen maar... En waar dat in sommige andere omstandigheden nog reëel is... zie je nu dat mensen van de ene sector naar de ander moeten. Dus er moeten afspraken worden gemaakt van gelijk oversteken. Ik help jouw werknemers, jij helpt de mijne. En we gaan die scholing oplossen en we gaan het fixen voor die werknemers. Als er ooit een moment was, dan is het nu. Want het gaat anders echt om massawerkloosheid van mensen... waarbij dat niet eens, waarbij we dat zouden kunnen voorkomen. Dus ik vind dat een volstrekt logisch onderdeel van de afspraken die nu gemaakt moeten worden. Ja, dan de heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, mooie woorden. Ik ben het volstrekt mee eens. En ik hoop ook dat we wat, namelijk, dat vind ik ook eerlijk, de mobiliteitscentra hebben we in het verleden vaak ingezet bij specifieke bedrijven. Dit is een hele andere crisis. Maar juist omdat je iedereen bij elkaar zet, ik hoop ook echt dat iedereen eigenlijk in deze geest uit de schuttersputjes durft te komen. Want alleen dan kunnen we de mensen echt helpen. En daarbij is het denk ik niet alleen het belang van werknemers, maar zeker ook van ons bedrijfsleven. Hier is geen enkele tegenstelling, dit is win-win. Zeker is het belang van ons bedrijfsleven, omdat je hebt goede werknemers. Hè, die in februari nog goede werknemers waren, die zijn nog steeds goede werknemers. En dat er dan dat de overheid de hele evenementensector stilzet, om goede redenen, daar kunnen die werknemers niks aan doen en die werkgevers ook niet. Het probleem is alleen dat onze structuur er toch nog te veel op gebaseerd is dat een individu dan ontslagen wordt en op termijn een traject krijgt. Het is nu nog niet zo dat het georganiseerd is dat er een aanspraak is op begeleiding naar ander werk. En die is er wel uiteindelijk. En uiteindelijk kom je bij de gemeente die een traject gaat aanbieden. Maar dan is de kans op slagen veel kleiner en is het leed voor een werknemer al veel groter. Dus als we het ooit zouden kunnen doen, dan moeten we het ook nu doen. Dat is wel waarom ik ook vind dat we het duidelijker moeten afspreken hier. Dat het ook duidelijker concreet gemaakt moet worden. En ik snap, het is allemaal work in progress. Mevrouw Van Brenk refereerde daar ook aan. Maar ik wil dus vandaag in het debat die duidelijkheid krijgen. De duidelijkheid dat er voldoende budget voor is. De duidelijkheid dat het een verplichtend karakter heeft. Dat er ook voor die kleine groep kwaadwillende werkgevers, waar de heer Aarts het over had, gevolg is als je wel subsidie krijgt en je doet niet wat er van je verwacht wordt. Ik vind dat we duidelijk moeten maken dat als onderdeel van de oplossing van dit probleem ook voor mensen mogelijk moeten maken om eerder te stoppen met werken. Daar is dus extra geld voor nodig. Ik vind dat ook vandaag duidelijk moet worden. Zorg nou dat we hebben in het pensioenakkoord afgesproken, als je een zwaar beroep hebt, moet je eerder kunnen stoppen met werken. Lange strijd, ingewikkeld zat. Maar als je ziet wat er nu is, bedrijven die nu gaan reorganiseren, dan wil je dat nu kan. Dat ze nu afspraken maken dat mensen niet op een 63ste of 62ste gaan solliciteren. Dat is niet wat je in die baanstraat moet organiseren, maar dat ze gewoon van een oude dag kunnen genieten. Dat moeten we mogelijk maken. We moeten er rekening mee houden dat voor een deel van de werknemers de opbouw van een pensioen niet in staat stelt om het even naar voren te halen. Dus ook daarvan vind ik in het kader van deze crisis, ook om ruimte te houden voor jongeren en voor anderen, maak nu mogelijk dat mensen eerder kunnen stoppen met werk. Jongeren. We zien hoe de crisis daar heeft toegeslagen. Ze zijn er als eerste uitgevlogen. Ook hier, denk in werk. Denk in werkzekerheid. Bied ze of scholing, of een stage, of een baan. Creëer werk-leertrajecten. Ik weet dat
de collega's van GroenLinks daar ook voor pleiten en met voorstellen komen. Maar laten we het nu wel vandaag proberen te regelen. Want dan heb je een pakket waarbij je zegt, ja, het stormt buiten, maar werkzekerheid, we zullen er alles aan doen. En het allerlaatste, voorzitter, mijn laatste opmerking. Ik praat nu steeds over het pakket tot 1 januari. Maar we zien ook, en de afgelopen dagen is dat nogal duidelijk geworden, dat er een tweede golf op ons afkomt. Ik wil hier gezegd hebben dat als dat zo doorgaat, en we moeten er alles aan doen om dat te voorkomen, dat het natuurlijk van de gekken is om dan bedrijven te gaan afknijpen en de subsidie af te bouwen. En te zeggen, we gaan je nu veel minder betalen voor werknemers. Dus ik wil hier ook gezegd hebben dat wat mij betreft, voordat dat deel van het pakket in werking komt, 1 januari, we er opnieuw over zullen moeten praten over de vraag of het verantwoord is om, als er weer heftige maatregelen worden genomen, de zekerheid van zoveel werknemers op het spel te zetten. En mijn boodschap zal zijn, steun de bedrijven, steun de werknemers en laat ze niet de dupe worden van corona. Dank u wel.